Hey, kijk jullie daar hebben. Ah, gezellig. Nou, ik hoop ook dat jullie een gezellige Koningsdag hebben gehad. Ik wel. En ondertussen pakken wij alles in voor de verhuizing naar de nieuwe locatie. Ik wil jullie ook graag even op de hoogte brengen van het volgende. Want wij zijn aan het onderzoeken of we een nieuw lesrooster willen. En de aanleiding van dat onderzoek is het volgende. Nou, de verhuizing van hier naar een nieuw gebouw. Dat is een mooi moment om te kijken, als we iets willen veranderen, dan moet dat nu. Of dan zou dat nu goed passen. Dat is één. Een ander argument is dat we zo her en der wel eens horen de vraag, krijgen wij een continu rooster? Nou, dat willen we dan dus ook wel wat breder onderzoeken of daar draagvlak voor is. En een derde argument om het te bekijken is, er zit nog een roostervrije week in onze huidige planning. En die doorkruist iedere keer een themaperiode. En om steeds met kinderen op verhaal te komen, zo noemen wij dat, is dat best wel lastig om dat in die periode meerdere malen te moeten doen. Dus wij zijn geen voorstander van de roostervrije week voor kinderen. En nou, die drie punten die zorgen ervoor dat we dat willen gaan onderzoeken. En op woensdag 19 mei, dan is er een informatieavond. Samen met de medezeggenschapsraad, waarin wij verhelderingsvragen zullen beantwoorden. Die jullie hebben thuis. Maar we zullen natuurlijk ook even de twee modellen, het huidige model en het continu roostermodel met 5 gelijke dagen, zullen we met u gaan bespreken. En dan kunt u daarna voor uzelf bepalen of u dat zou willen of niet, door een vragenlijst in te vullen die we via de e-mail gaan versturen. En met de antwoorden die we dan krijgen van u thuis, kunnen wij een afweging maken van, is een nieuw rooster wenselijk of niet? Nou, u bent vast geïnformeerd. De brief komt via de e-mail met daarin een linkje voor de online informatieavond. En verder rest mij nog te zeggen, alvast een hele fijne meivakantie. Wij pakken er even verder in.